Vind je het solderen van cupterminals lastig? Blijf dan kijken! Mijn naam is Ron Clermons en dit is het kanaal van E-Tech Trainingen. Het kanaal waar je alles kan leren over solderen. Wil je daar niks van missen? Word dan lid van ons kanaal. En druk op subscribe en je krijgt automatisch elke video die uitkomt. Vandaag laat ik zien hoe een cupterminal gesoldeerd wordt. Cupterminals worden onder andere in sub-D-connectoren gebruikt. Na afloop beoordelen wij de soldering aan de hand van de criteria uit de IPC A610. Wanneer je het nog uitvoeriger wil beoordelen, dan kun je de IPC A620 en de J-standard 001 gebruiken. Er zijn verschillende terminals. Een vaak gebruikte is de cupterminal. Het gaat om een holle cilinder waarin een vertinde draad geplaatst wordt zonder mechanische verbinding. De truc is om precies zoveel soldeertint te gebruiken dat het niet eruit loopt. Kijk mee hoe we dat doen! Vooraf prepareren wij een draad door hem te strippen en te vertinnen. In een ander filmpje gaan we dat toelichten. We plaatsen hem in de connector tot aan de bodem. Zo kunnen we een goede inschatting maken hoe ver we de draad moeten afknippen. Daarna doen we datzelfde met de soldeertin. Het is belangrijk dat je de juiste diameter gebruikt voor een optimale vulling. Afknippen en de soldeertin in de cup achterlaten. Eventueel een klein beetje flux gebruiken alvorens de soldeerbout te plaatsen tegen de achterzijde van de cup. Zodra de vloeiing zichtbaar is, kan de draad geplaatst worden. De draad dient helemaal tot beneden aangedrukt te worden en tegen de achterzijde van de cup. Er is nauwelijks verbinding, alleen onder in de cup is soldeertin aanwezig. De plaatsing is verkeerd, draad zit niet tegen de rugzijde van de cup en zit scheef. Er is geen goede vloeiing zichtbaar, de soldeervlag wijst op geen gebruik van flux. Belangrijk om eenmaal draaddiameter afstand te bewaren tussen cup en isolatie. Streefdoel. Eenmaal draaddiameter afstand tussen cup en isolatie. De draad is netjes tegen de achterzijde van de cup geplaatst. En een concave vulling is zichtbaar. Aanvaardbaar. Eenmaal draaddiameter afstand tussen cup en isolatie. De draad is netjes tegen achterzijde cup geplaatst. Echter, minimale soldeertin hoeveelheid gebruikt. Oké, goed. Ik heb je laten zien hoe we op de juiste manier de cupterminal solderen. Vervolgens heb ik aan de hand van de criteria uit de IPC A610 je laten zien waar je gesoldeerde cupterminal aan moet voldoen. Heb je nu nog vragen? Zet ze bij de comments hier beneden en je krijgt antwoord op je vragen. Vond je het filmpje leerzaam en plezierig? Duimpje omhoog dan! En vergeet niet je lid te maken van ons kanaal, dan blijf je op de hoogte van onze nieuwste video's. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij E-Tech trainingen.